Pas heb ik de Elegance gekocht en er stond een heel artikel in over hoeveel stress mensen ervaren als het over de feestdagen gaat. Zogenaamde kerststress. Mensen zijn bang dat er ruzie komt in hun familie, dat ze niet genoeg ruimte hebben voor alle feestelijkheden, dat het eten mislukt, dat hun haar instort, allerlei angsten. Waardoor ze denken dat de kerstdagen niet leuk zullen gaan zijn en ze daar ook vreselijk veel stress van ervaren. En toen las ik dat artikel en toen dacht ik, hoe kan je nou die stress dan verminderen? Hoe kan je nou voor jezelf dat minder maken? Een van de tips die ze in het artikel gaven was, stel je verwachtingen bij. Heb niet zulke hoge verwachtingen van het kerstdiner of feest. Maak het niet zo'n gigantisch diner, hou het kleiner. Dat zijn allemaal dingen die je kan doen om je stress te beperken. Nou, zelf snap ik dat je het minder gaat doen omdat je dan de stress wil beperken. Maar ik hou zelf nog wel van die mooie diners en dat je er leuk uitziet. En dat je toch wel bij elkaar bent als familie. Daar ben ik nog wel een voorstander van. Nou, wat je kan doen om dan de stress daaromtrent te beperken, dat je dus die dingen wel kan doen, maar dat je daar niet zoveel stress van ervaart, hebben we een aantal tips voor je opgeschreven die ik je zo ga vertellen, zodat je in ieder geval je stress kan beperken, terwijl je toch een leuk feestje hebt. Eerste tip is bedenk wat je van plan bent te gaan vieren. Wat wil je nou vieren met deze kerstdagen? Wil je vieren dat de dagen weer langer gaan worden? Wil je vieren dat iedereen er is? Of wil je vieren dat Jezus geboren is? Want dat is natuurlijk waar het kerstfeest eigenlijk overgaat, de geboorte van Jezus Christus. Nou, kies wat je wil vieren en maak daar een plan op. Zeg je van, nou, ik wil vieren dat Jezus geboren is, maak daar dan een feest van. Maak dan een feest wat een beetje daarover gaat. Wil je vieren dat de dagen weer langer worden, maak dan een feestje wat daarover gaat. En ga niet denken dat het gaat over wat voor kerstboom je hebt en of je huis wel leuk is, want dat is natuurlijk niet de reden van het feest. Veel mensen zeggen ook dat kerstfeest een feest is van bezinning, dat je kan nadenken over wat het jaar je gebracht heeft en wat het komende jaar je gaat brengen. Vind ik persoonlijk zelf iets meer iets voor oud en nieuw. Maar dat kan je ook een deel maken van wat je wil vieren. Dus sta daar dan ook bij stil en stel ook je prioriteiten daarom. Dus dan gaat het niet over, heeft iedereen genoeg te eten? Is mijn huis al groot genoeg? Krijgt oma Piet niet ruzie met tante Klaas? Daar gaat het dus niet over. Het gaat over bezinning, geboorte van Jezus en over dat de dagen weer langer worden. Daar gaat het dan maar niet om al die andere dingen. Dus het is goed om daar bij stil te blijven staan. December is het ook vol feesten. Je hebt Sinterklaas, je hebt kerst, je hebt oud en nieuw. Tegenwoordig heb je ook nog Halloween en vieren ook nog weer mensen Sint Maarten. Dat zijn heel veel feesten. Je hoeft niet alles te doen. Je kan er best een keuze in maken. Je hoeft niet en met Sinterklaas cadeautjes en met kerst en met oud en nieuw nog weer. En dat hoeft allemaal niet. Je kan het best wel klein houden. Je hoeft ook niet elke keer iets groots te organiseren. Je kan ook zeggen van nou, één ding pakken we eruit en daar gaan we iets bijzonders mee doen. En de andere dagen die laten we gewoon lekker voor wat ze zijn. Dat hoeft helemaal niet. Sinterklaas is natuurlijk wel lastig, want als de buren heel groot Sinterklaas vieren, dan denkt jouw kind misschien van, oh, ik ben niet zoet geweest. Maar daar kan je misschien ook gewoon eerlijk over zijn tegenover je kind, wat jullie plan daarbij is. Mocht je een dinertje willen gaan geven, dan is het ook een goed idee om een try-out te doen. Dus niet op de avond zelf al je gerechten voor het eerst gaan proberen, of op de dag zelf. Maar begin daar gewoon 2 weken van tevoren mee. Probeer de nieuwe dingen alvast uit. En geef ze dan niet tegelijk te eten aan alle mensen die gaan komen, maar eet het zelf, eet het met je man, breng het bij de buurvrouw en kijk gewoon hoe het valt en hoe het lukt. Dat is altijd een goed idee, want dan ben je voorbereid en dan weet je ook eventuele dingen die je niet standaard in huis hebt, die je wel nodig hebt. Of dat je langer moet kloppen of wat ook. Als je gaat koken is het handig om dat een keer geprobeerd te hebben. Wat je ook kan doen is een try-out met de gasten die je van plan bent te gaan uitnodigen. Dat je ze dus van tevoren al een keer uitnodigt voor een drankje of een hapje, zodat mensen elkaar al een beetje kennen. En dan de volgende keer als ze bij jou komen voor het diner, dat ze gewoon voort kunnen borduren op het gesprek wat ze gehad hebben. En dat je ook weet wat klikt. Dat je ook weet als mensen niet met elkaar klikken, dat je die met de tafelschikking niet meteen heel erg dicht bij elkaar hebt. Wat ik ook nog las in Elegance, dat veel mensen ook stress ervaren van emoties of stil verdriet. Ja, heel vaak zijn er mensen bijvoorbeeld overleden die je toch het meeste mist tijdens die bijzondere dagen. Nou ja, ik zelf, mijn moeder is overleden en ik merk altijd dat rond kerst ik daar toch wel last van heb. En met name Sinterklaas, omdat zij daar heel erg fanatiek in was. Dat je zo iemand gewoon heel erg mist. En het is helemaal niet erg om dat te voelen. Dat je dat ook een klein randje van pijn ook wel is bij zo'n feest. Heb er ook gewoon ruimte voor. Zeg dat, benoem dat. Dan is het veel minder erg. En ook als je het uitspreekt, dan heb je er minder last van. Dan is het minder stil, dan hoef je ook niet verplicht gezellig te doen. Dan kan je best ook zeggen van nou, het valt me zwaar, ik vind het wel eens lastig. Dan is het niet zo erg en dan kan je delen en dan is het ook minder zwaar. Wat ook heel erg leuk is, is als je dus een dinertje hebt, wat ik net ook zei, werk met de tafelschikking. Dat werkt heel goed, want je kan mensen bij elkaar zetten van je denkt, nou die hebben wel gemeenschappelijke interesses. En mensen uit elkaar zetten van je denkt, nou dat zou kunnen botsen. Nog een goede tip is,
schenk niet al te veel alcohol. En daar bedoel ik mee dat je niet door moet schenken tot mensen helemaal van je tafel afvallen. Mensen worden soms wat minder gezellig als ze veel gedronken hebben, dus hou er rekening mee en schenk wat bescheidener in. Het is leuk om bij elke gang alcohol te drinken, maar schenk dan de glazen gewoon iets minder vol. En zorg dat er genoeg water op tafel staat, zodat mensen, als hun glas leeg is, in ieder geval water kunnen drinken. Een van de dingen die ik ook las in het Elegance artikel was dat mensen stress ervaren omdat de familie komt. Dat ze bang zijn. 52% geloof ik heeft angst omdat de familie niet met elkaar overweg kwam, dat er een vreselijke ruzie gaat ontstaan. Nou, dat kan je voorkomen door bijvoorbeeld dan niet iedereen op hetzelfde moment uit te nodigen om het te verdelen. Je kan er ook voor kiezen om kerst met vrienden te vieren. Dat je bijvoorbeeld op kerstavond een diner met vrienden doet en dan op de dagen zelf naar de familie gaat. En dat je bijvoorbeeld een tijdsbestek kiest waarin je naar de familie gaat, zodat je het beperkt. Zodat als je dan die angst hebt dat er ruzie komt, dat je dan op tijd weer weg moet en de deur uit bent. En dan heb je daar ook geen stress van, want dan heb je het zelf in de hand. Nog een tip was voor mij de rijen in de supermarkt. Nou, dat vind ik echt een hele goede tip. Ik weet nog dat ik een keer de dag voor kerst geloof ik champignons moest kopen. Dan had ik het laatste bakje champignons, was het gewoon uit mijn wagentje gegrapt. Dus dat geeft ook vreselijk veel stress. Het is helemaal niet leuk en wij hadden biefstuk zonder champignons. En dat had ik prima op kunnen lossen door van tevoren ze te kopen, vast te blancheren en dan in te vriezen. Dan heb je dat probleem ook niet meer. Of vast zo'n pot gedroogde kopen, dat kan ook allemaal. Dus denk er even over na, maak een planning, maak een lijstje. Dat is ook altijd heel erg handig, maak lijstjes wat je nodig hebt, wie er komt, wat er ontbreekt, wat je wanneer gaat maken. Dat geeft je gewoon heel veel overzicht en dat scheelt gewoon ook heel erg veel stress. Nou, nog een tip, wat mij altijd heel veel feestvreugde geeft, maar dat zal jullie vast niet verbazen, is kleed je mooi aan. Koop een leuk jurkje, zorg dat je dat gewoon goed gestreken, schoon gewassen in de kast hebt hangen en doe dat pas op het allerlaatste aan, zodat het ook niet vies wordt. Denk er ook even aan dat je een goede schort klaar hebt hangen die schoon is, die je dus over je jurkje kan doen, mocht je nog de laatste paar dingetjes moeten doen in de keuken. En ja, doe leuke schoenen aan. Je hoeft toch niet heel veel te lopen, je kan de hele avond zitten, dus dat kan gerust. Hele fijne feestdagen!